Met ster als Pitti gaan we kijken naar Mark Houtsager van de Netherlands, de next rider van de Jumbo. 18 deelnemers in deze barrage. Directievoorzitter Rabobank en die gaat te brengen aan de ruiter Frankrijk, Mathieu Minot. Frankrijk al fantastisch gepresteerd in de landenwedstrijd op de vrijdag. Publieke. Aan deze overwinning is ook verbonden de medaille van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Dan de medaille. Medaille aangeboden, Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, hier uitgereikt. Voor de winnaar, Mathieu Minot, La France. Doron, je hebt naast je mooie derde plek heb je deze mooie medaille gewonnen. Waar ga je die hangen? Ja, dat is nog een goede vraag eigenlijk. Ik denk dat we dadelijk een hele mooie foto gaan uitzoeken en dat we hem daarbij inlijsten. Te gek, fantastisch. Had je dit verwacht? Nee, helemaal niet. Mijn paard is net nieuw op dit niveau. Mm-hmm. Dus ik was eigenlijk al heel blij dat ik de startplek kreeg. Ja. En ook al super tevreden met de eerste ronde, dat hij zo goed sprong. En dan ja, de barrage, dat is puur genieten. Dat is echt... Ja, echt geweldig. We gaan dit zeker vanavond vieren. Ja, dit wordt gevierd. Morgen mijn andere paard, Sinius, komt aan de start. Heeft eigenlijk ook al 2 dagen hier goed gesprongen. En we gaan kijken of dat we morgen weer bovenaan kunnen eindigen.